gaan in deze serie op zoek naar jongeren die een andere levensstijl erop nahouden dan de gemiddelde student. Vandaag ga ik een kijkje nemen bij de Stadsnomaden. Ik heb gehoord van vuurshows, lezingen, terras in de zomer. Maar wie zijn ze nou precies? En waar staan ze voor? Get up in the morning, slaving for bread, sir. So that every mouth can be fed. Nou, de Stadsnomaden is een cultureel ecodorp op wielen. Dat wil zeggen dat wij op een ecologische manier hier wonen. We wonen met 12 mensen, 12 jongeren, ieder afzonderlijk in een woonwagentje. Met zonnepanelen en regenwateropvang, eigen moestuinen en recyclen proberen wij zo lief mogelijk voor de aarde te zijn. En vanuit dat idee organiseren wij culturele evenementen zoals muziek, theater, eten, maar ook kinderfeestjes, lezingen, noem het op. De Stadsnomaden voor mij betekenen dat je samen in een collectief heel veel leuke dingen kan bereiken. En met een specifieke soort van vrijheid en heel veel overleg is wel handig, kun je dat uiteindelijk ook gewoon uitvoeren. Oké, milieubewust en verschillende evenementen. Dat schijnt wat meer licht op de situatie. Maar ik heb nog wat vragen. Waarin verschilt hun levenssituatie precies van die van de doorsnee student? Voor ons, en dan spreek ik voor de meeste studenten, is het leven al redelijk ingedeeld. We kopen een huisje en we krijgen een gezin met kinderen en dan begint het hele circus weer van vooraf aan. Maar jij hebt hiervoor een ander pad gekozen. Zie jij jezelf over bijvoorbeeld 5 jaar nog steeds op dit pad? Of denk je dat je uiteindelijk toch wel gaat voor het huisje kopen en eventueel een gezin? Dat school, daar ontkomt niemand aan. Daar ben ik ook zelf mee bezig. En dat gezinnetje, ik denk juist dat het voor kinderen, als je dit uitbouwt, als je hier professioneler in wordt, zo'n woonwagen groter kan maken, dan is het juist voor een kind een heel leuke omgeving om in op te groeien. Ze betalen geen huur en er is altijd gezelligheid. Dat klinkt als de ideale woonsituatie. Maar hoe ziet het er in de praktijk uit? Wat moet ik me hierbij voorstellen? Stel, jij bent hier een paar keer een biertje wezen drinken bij een optreden geweest. Je hebt je afwas gedaan in de regenton. En je denkt van, deze manier van leven bevalt me wel. Kan je dan gewoon je caravanetje aanhaken, hier het terrein op rijden en zeggen, hoi, ik woon hier? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nee, je moet je voorstellen dat wij hier met een groep samen wonen. We hebben een gemeenschappelijke woonkamer, gemeenschappelijke keuken. We eten samen, ontbijten samen. Dus het is heel belangrijk dat het een goede groep blijft. Een soort familiesfeer. Je moet deze hekken zien als de muren van een studentenhuis. Van een studentenhuis met een gemeenschappelijke woonkamer. Ja. Ja. De hele groep die er al woont, kiest of dat ze mensen toelaten of niet. Waardoor dus dat familie-idee, dat groepsgevoel blijft bestaan. Dus jullie verschillen allemaal wel in wat jullie kunnen en wat jullie doen. Maar op die manier vullen jullie juist elkaar aan in het doel om zo duurzaam mogelijk te leven. Ja, zeker. Het is een groep van denkers, doeners, bouwers, creatievelingen. Het is echt een veelzijdige groep. Je hebt geen huur die je betaalt of andere regels, maar op een andere manier is er wel een soort van andere invulling van hoe jij je hoe jij het terugbetaalt of zo. Dus meer sociale regels. Ja, sociale cohesie die dan zich uit in bijvoorbeeld van, nou ja, als er heel veel afwas is, dan is het wel handig dat iemand dat gaat doen natuurlijk. Vanuit onze visie is het een duurzaam leven makkelijker dan het in eerste instantie lijkt. Het is mogelijk om al je stroom op te wekken vanuit zonne-energie. Het is mogelijk om je wc door te laten spoelen met regenwater en niet met drinkwater. Wij willen mensen inspireren. Ze moeten het gaan betrekken in hun eigen leven. En op die manier zorg je ervoor dat het Nijmegen in ieder geval een duurzamere stad wordt. Ik wil de Stadsnomaden bedanken voor hun informatie en gastvrijheid. Ik ben blij dat ik een kijkje mocht nemen op hun terrein. Ze houden er een erg interessante levensstijl op na en ze zullen mij zeker nog een keer terugzien.